Café Weltschmerz. Waar zijn de stevige gesprekken? Ik zit hier met Erik de Vlieger, partner in crime. En met Mattie Hakvoort. En je bent zelf? Jij bent ik. Ja. Ben Willem van Welden. Dat. Ja. Maar Mattie, jij bent psychiater. En jij bent initiatiefnemer van Huis aan het Water. Dat is een opvang in de meest brede zin van het woord voor mensen die kanker hebben. En de entourage eromheen, de familie, de vrienden, de bekenden, de geliefden. En die worden daar opgevangen. Ja. Kun je daar iets over vertellen? Want waar wij nieuwsgierig naar zijn, dat is het kader of de context van dit gesprek, is eigenlijk de verandering in de zorg. Mm-hmm. We hebben de AWBZ, dat is de Algemene Wet Bijzondere Zorgverlening of Ziektekostenverzekering. Of ziektekosten. En dat gaat over naar de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. En dat betekent de facto dat een heleboel zorgtaken die vroeger door de overheid werden geregeld, of in ieder geval door de landelijke overheid, naar de gemeente zijn getransporteerd. De verantwoordelijkheid ligt daar nu. Dat heeft nogal veel, dat maakt dat een heleboel zorg moeilijk wordt of moeilijk te financieren valt, lijkt mij. Wij hebben de indruk, maar misschien kun je dat zo zeggen, dat Huis aan het Water daar geen last van heeft. Nee, die heeft daar geen last van, want wij zijn vooral heel veel vrijwilligers. En wij hebben professionele hulpverlening gekoppeld aan een grote vrijwilligersorganisatie. En ja, vrijwilligers die bieden iets waar je op kan rekenen en daar is niet heel veel aan middelen voor nodig. Dus en, je hebt niet het probleem van alfa-hulp, wat dan een soort spook is? Mensen die minder goed zijn opgeleid en niet in staat zijn om de juiste zorg te geven, maar dat is dan het argument, zijn goedkoper. Nee, ja, het leeuwendeel van wat wij doen, dat doen we voor niets. En ja, we hebben een stukje wat gefinancierd moet worden en dat is nog niet helemaal goed georganiseerd, moet ik zeggen. Maar in essentie, wat onze idee is, en daar ben ik zelf initiatiefnemer van, is dat je de gezonde wereld en de kracht van mensen om een gemeenschap te vormen kan gebruiken als tegenwicht in het omgaan met ziekte. En dus gezonde aspecten van mensen koppelen aan de gezonde wereld. En waar ziek is, ziek. Maar dat is maar een klein stukje. En als het gaat om kanker, ben je ziek in het ziekenhuis. En daarna kan je ook gezond zijn met kanker, om het maar zo te zeggen. En hoe je dat aandacht biedt, dus hoe mensen met die ziekte zo sterk mogelijk in een levensconditie komen. Hoe ze weer het leven kunnen vertrouwen en geloven dat het ergens uitkomt. Ondanks onzekerheid en moeilijkheid die die ziekte veroorzaakt, met pijn, vermoeidheid, al die klachten. Toch te geloven dat je daar kracht kan ontwikkelen om er goed mee om te gaan. En dat is niet professionele hulp. Dat is meer existentieel helpen en verbinden. Maar dat gaat naar mijn idee heel erg naar een ander model van het inrichten van de zorg. Zou je dit initiatief kunnen zien als een model wat in andere sectoren van de zorg ook een goed model zou kunnen zijn? Ja. Ik werk in een ziekenhuis. Sales Medisch Centrum? Ja. En ik was ooit ook een beetje in de organisatie van dat ziekenhuis. En toen hebben we, en dat komt ook uit mijn koker, dat was bedoeld een gezondheidsboulevard bedacht. Dat is zo'n woord, boulevard, maar goed. RTL, gelijk aanstelling op RTL. Bij wijze van spreken. Die boulevard bedoelde eigenlijk iets te bieden wat je ziet in het AMC bijvoorbeeld. Daar heb je zo'n plein en daar kun je mens en persoon zijn en niet patiënt. En dat kan doordat je heel veel gewone mensen hebt, studenten, je hebt een context rond die patiënt op dat plein, waardoor die zich niet meer patiënt voelt. Uh-huh. En dat hebben we in Zaandam nu ook bedoeld, in de zin dat daar dan ook zo'n grote massa komt van heel veel andere diensten, die niet koppelen het begrip ziekte en patiënt aan dat ziekenhuis alleen, maar ook gezond. En dus komt een supermarkt, een grote supermarkt. En dat komt een soort maatschappelijk bijdrage van mensen die daar met hun verkeer en dynamiek een heel andere wereld scheppen. Maar komt het er eigenlijk erop neer dat we ziekte hebben weggestopt, weg van
zeg maar, het gewone leven. Ja, dat is mijn visie. En dit zijn eigenlijk manieren om eigenlijk ziekte weer een normaal onderdeel te maken van het sociale gebeuren, het leven. Dat is het thema waar ik heel veel tijd in heb ontwikkeld, heb mee bezig gehouden. Ja. Maar veel van die, je noemde net het AMC. Het AMC is precies een redelijk kunstmatig gemaakt dorpje, zeg maar, aan ja, ver van buiten de normale stad. Het is in Amsterdam-Zuid. Ja. En het ligt zeg maar in de polder. Het is een soort kunstmatig dorpje. Maar dat moet je dus dan, zeg maar, kunstmatig ontwerpen. Nou ja, op een of andere manier is er een schaalgrootte nodig voor een ziekenhuis. En destijds dacht men, en dat is misschien ook wel zo, dat als je dat centraliseert en dus al die hyperspecialismen met heel veel specifieke functies bij elkaar wil hebben, dan heb je een enorm gebouw nodig. Mm-hmm. En als het gaat om in het ziekenhuis zelf zijn, ja, dan gaat het ook om dat als je de omgeving hebt, als je er eenmaal in dat ziekenhuis bent, dan is dat een dorp op de voorhand. Daar kan je niet omheen. Mm-hmm. Dat is denk ik een technologisch punt, dat je die dingen bij elkaar brengt op één plek. Maar goed, ik denk, er is een heel groot gebied in de gezondheidszorg, dus waar je het net over had, mm-hmm. Waar de WMO zich mee gaat bemoeien en de AWBZ. Daar gaat het eigenlijk helemaal niet per se alleen om ziek. Daar gaat het om gezond ziek. Want heel veel mensen, 60% van de mensen boven de 65, die heeft een aandoening of een kwaal. Uh-huh. En een heel aantal een behoorlijke inbreuk op hun leven door fysiek ongemak. En dat kan je geen ziek noemen. Mag ik even teruggaan naar Huis aan het Water? Ja. U noemde net dat u een gat in de begroting ergens had. De financiering was er niet geregeld. Dat klopt. Wat is dat? Nou, als het gaat om bijvoorbeeld kankerpatiënten die een aanpassingsprobleem hebben, dus psychologisch niet goed met die ziekte kunnen omgaan, omdat ze last hebben van onzekerheid. Ja, maar de financiering, hè? Dat geld. Hè? Ja, nou, dat kun je dus geld mee verdienen, in de zin dat dan een psycholoog, hulp verleent en dan krijgt hij via de verzekeraar geld. Daar zijn we op een belangrijk punt. Ja. En dat is misschien een beetje een impertinente vraag, maar u verwijst natuurlijk ook patiënten door vanuit het Saans Medisch Centrum. Zeker. Naar het Huis aan het Water. Ja. Zit daar niet enige vorm van subjectiviteit in, omdat u misschien twee belangen heeft? Is dat een verkeerde gedachte van mij? Ik kan me de gedachte voorstellen, maar hij klopt niet. In de zin dat als het gaat om een praktijk vullen, daar is helemaal geen enkele moeite voor. Dus je hebt een overschot aan patiënten in plaats van een tekort. En de zorg... Je kunt heel selectief zijn, zeg dat maar. Dat is geen enkel probleem. Maar en daarmee... Een overschot, dat houdt dus in dat de zorgverzekeraar makkelijker dat allemaal vergoedt wat u voorschrijft. Nee, ja, dat doet de zorgverzekeraar niet, want die is nu bezig om allerlei diagnostische systemen... Betaalt de cliënt zelf, die bij Huis aan het Water komt? Tot nu toe niet, maar dat dreigt nu wel te gaan gebeuren. Wie heeft dat dan betaald? Hoe gaat dat? Noem eens wat 85% van wat we daar doen wordt gedaan door vrijwilligers en sponsoring. Maar het gebouw neerzetten? Ja. Wie heeft dat betaald? Wij hebben een stichting opgericht en aanvankelijk zou een woningbouwvereniging dat kopen voor ons en die haakte af. En toen heb ik mensen in mijn omgeving en ikzelf hebben geld ter beschikking gesteld en voor een lage rente dat gebouw gekocht of geld geleend aan de stichting en de stichting heeft het gebouw gekocht. Dat is een duur gebouw geweest, hè? Nee, dat viel wel mee. In vergelijking. Het is een gebouw van 400 vierkante meter. Op de mooiste plek van Nederland. Een prachtige plek. Indrukwekkend. Ik zou graag een keer uitnodigen. 1,2 miljoen? 500.000 euro. Dat is heel goedkoop. Ja. Dat is heel goedkoop. Dat was omdat er allerlei gedoe was. Maar dat gaat te ver om daar het hier over te hebben. Maar we hebben denk ik heel weinig geld betaald voor die plek. Maar ik wou even terug naar de geestelijke gezondheidszorg. Want ik heb toch het idee dat is waar je vandaan komt. Dat is belangrijk om dat even vast te houden. Want je verhaal van daarnet over de gezonde zorg, zeg maar. Ja. Dat er een heleboel mensen met kwaaltjes rondlopen. Een enorm hap in van het budget. Hoe zie je dat in de geestelijke gezondheidszorg? Want ik heb het idee dat eigenlijk een groot... er een soort explosie, een soort inflatie is van allerlei psychologische ziektes. Kinderen al op het schoolplein in de eerste klas, die worden al gelijk
door een niet-deskundige gediagnosticeerd met de meest enge termen, die ze inderdaad uit de DSM, het is een diagnostisch boek, handboek, hebben gehaald. En het is bijna hip om een psychologische aandoening te hebben. Zie je daar ook niet een soort van parallel in zeg maar, het is bijna hip, het is bijna aantrekkelijk om een psychologische aandoening te hebben. Ja, maar dat is misschien een breder cultuurprobleem. Waar ik niet helemaal in een paar zinnen eenvoudig iets over zou kunnen zeggen. Maar als we het daarover willen hebben. Ik denk wel dat deze tijd het blijkbaar voor veel mensen moeilijk maakt om binnen de nauwe grenzen van allerlei sociaal gedrag zich te kunnen blijven aanpassen. En de samenleving die vraagt steeds meer aanpassing van mensen. En er vallen steeds meer mensen uit. In de zin dat ze niet in staat zijn om in die nauwe wereld van begrenzingen, inclusief kinderen, die wat druk zijn en heel veel prikkels hebben en ja, weinig sociale structuur met ouders die op allerlei manieren ook beschäftigd zijn. Er is dus heel veel te zeggen dat dat dus. Maar daarnaast is het ook zo dat wij relatief laag scoren als het gaat om ernstige gevallen in de geestelijke gezondheidszorg. En met betrekking tot onze toch wat verouderde therapieën. Met shocktherapie kun je aan denken of isoleer. Ik geloof dat, ik weet geen cijfers, maar ik heb wel begrepen dat we daarin niet per definitie heel voortvarend Maar Willem, dwaal je niet een beetje af nu? Misschien wel eens zeggen, dat is natuurlijk een heleboel psychologische hulp en allerlei. Wat ik bedoel te zeggen, of waar ik op uit ben, dat is eigenlijk dat er is een soort hip factor rondom psychologische aandoeningen, maar de echte serieuze gevallen, die zijn minder aantrekkelijk om je daar ook als psychiater toe te verhouden. Nou, is dat zo? Ligt het zo modegevoelig? Of ja, is het ene meer marktgevoelig dan het andere? Ik denk dat de grote psychiatrie, zeg ik dan maar, dus dat is de ernstige zieke patiënt. Uh-huh. Dat is een behoorlijke constante als je kijkt naar de uitgaven. Maar je kunt op twee niveaus kijken naar de uitgaven. Waar psychiaters zitten bijvoorbeeld, dat is in de zogenaamde cure, wat vaak geen cure is overigens. Ik kan niet meer volgen. Oh, cure. Genezing. Genezing. Ja, het woord begrepen. Dus dan, dat is een jaar behandelen. En na een jaar krijg je AWBZ. En als je kijkt naar de GGZ, dat is een enorme hoeveelheid geld. Ik denk dat de kijker dit niet meer kan volgen. Oké. Ik denk dat de kijker niet meer kan volgen. Daar ben ik ook altijd bang voor, bij dit onderwerp. Ja, uw expertise is zo enorm. En als je dat natuurlijk terecht op de vraag gaat uitweiden, dan raakt de kijker het spoor bijste. Help me daarmee. Ik denk dat Willem bedoelt dat er een soort open armen worden gegeven aan allerlei mensen die opeens een stempel op hun voorhoofd krijgen en door zijn ziektes bedacht om in een soort perverse geestelijke gezondheidszorg naar de zorgverzekeraars toe. En iedereen die maar daarvan profiteert. En daar wordt een soort opening gecreëerd om door allerlei mensen van uw vakgebied maar in een soort economie terecht te komen. En bent u daar ook niet een beetje bang voor? Want dat wordt een beetje te groot. Elk kind, als een kind een wind laat en aan de geur krijgen ze te horen dat ze een bepaalde psychische aandoening heb. Er wordt heel gauw een stempel gegeven en dan weer hulpverlening. Dat het inderdaad is een markt is. Het is een markt geworden. Ja. Het is economie. Uw vak is een economie geworden. Buiten het feit dat u niet in tegen bent, zeg maar, uw vak is een economie geworden. Natuurlijk, maar dat is onmiskenbaar. De hele gezondheidszorg is een economie. Maar waar ligt de grens? Nou ja, daar is natuurlijk een heel ingewikkeld punt. Wat het probleem is, dat het, noem het de afgrenzingen van wat dan wel en niet zorg mag zijn, dat zou je zeggen, is een politieke vraag. Ja. En vaak wordt de... Wat is uw mening? Mijn visie is dat er inderdaad op psychologisch gebied, met name als het om ontwikkelen van kinderen gaat, vaak op een verkeerde manier te veel het begrip ziekte wordt opgevoerd. Te snel. Ja. Te snel. Dat is zo. Ja. Ja, die mening heb ik overigens ook. Tenminste, die indruk heb ik. Maar dan vind ik ook dat het jammer is dat het begrip ziekte, bijvoorbeeld ADHD of autistische stoornis, dat ziekten zijn waar je niet zo oppervlakkig... Nee, maar ik wil niet over individueel op de ziektes gaan. Dus het DSM-5 handboek is er. Ja. En het lijkt mij dat, en misschien dat uw vakgenoten er ook aan meedoen, er wordt een kind met een ziekte gezien,
Er wordt iets geconstateerd, het boek wordt erbij gepakt. Mm-hmm. Waar hoort het bij? Nou, dat is wat beter, dat is wat slechter. Daar heeft de zorgverzekeraar zo'n behandelingsmethode over. Nou, dat. Er wordt als het ware economisch een afweging gemaakt in een grensgeval welke ziekte een kind heeft. En dat vind ik kwalijk, om eerlijk te zijn. Ja, maar de vraag is hoe om dat begint. Meestal begint het andersom. Iemand vindt iets, een behandelaar, en ja, die wil een behandeling bieden. En vervolgens kijkt hij, en daar zitten hele perverse prikkels in, ja, naar hoe dat economisch vertaalbaar is. Nou, dat is mijn punt. Dat, maar dat is zo. En dat is helaas, omdat de werkelijkheid van de ziekte of de aandoeningen die er zijn, niet passen en aansluiten op het financieringssysteem. Is dat niet een soort psychische zwendel? Nee, dat is zeg maar een financieringsstructuur die perverse prikkels in zich heeft. Dat noem ik een psychische zwendel. Dan ja, maar dan is die draait het om. Want dan zeg je dus dat degene die de psyche bedienen, ja, dat die de zwendel veroorzaakt. Nou, ik vind ik ga het zeker niet om u, maar ik vind dat iemand in uw positie, iemand van uw vakgebied, die mag nooit het handboek bekijken waar een ziekte in, waar een kind verzekeringstechnisch in hoort. Mm-hmm. Maar die moet alleen maar naar het individu kijken. Dan zal ik een voorbeeld geven. Graag. Stel nu. Jij komt bij mij omdat je in een crisis verkeert. Misschien depressief bent. Ja. En dat bent omdat je langdurig relatieproblemen hebt. Ja. Ik constateer eigenlijk depressief. Nou, maar die depressie hangt samen met die relatie. Ja. En dan zou ik zeggen, nou, oké, dan moet een relatietherapie moet ik bieden, want het is first things first. Ja. En dan ga ik jou dat bieden en dan zeg ik, spijt me, ik kan je niet behandelen, want je moet zelf betalen. Je zit in de bijstand, kun je niet betalen. Ja, goed. Ja. Mm-hmm. Ja, ja. Wat doe ik dan? Ja. Dus uw vakgenoten... Dan zeg ik dus, ja, pardon. Je bent depressief. Ja. Dan zeg ik, dat is het eerste. Ja, dus dat zwendel? Of ik dat zwendel vind, is misschien een te zwaar aangezet, maar ik vind de perversiteit van de zorgverzekeraars die u dwingen om uw advies te veranderen op basis van een financieel handboek, vind ik een grote gezondheidsschande. En ik wil dat u dat ook vindt. Dat vind ik ook. Oké. Okay. Maar dan is de vraag daarna van, oké, u kunt dan inderdaad ook denken van, nou, oké, ik heb zoiets als het huis aan het water, weet je, dat is een goed model, laat ik dat goed op orde hebben. Maar is het misschien nog een ander lichaam, een organisatie die zich verzet tegen precies die tendensen? Nou ja, ik vrees te weinig. Ik vind dat ook wel... Ja, het is ingewikkeld als je bedenkt want die hoe je niet kan te verzetten. Horen in de discussie rondom die AWBZ en die WMO. Die hoor ik niet, tenminste. Dat is een aparte segment, hè. Daar zitten wat minder psychiaters. Want die WHO... Dat is... Of sorry, die AWBZ... Daar is eigenlijk is gewoon de ziekte uitgekristalliseerd. Ja. En daar heb je relatief weinig behandelaandacht. Dat zit meestal in het eerste stuk van ziek zijn. En dus, maar wat ik wel vind, is dat wij als beroepsgroep ons weinig laten horen. Dat is zo. Dat is voor mij ook een reden om het leuk te vinden om hier te zijn. U wordt toch ook vertegenwoordigd? Uw beroepsgroep wordt toch vertegenwoordigd? Ja, maar er is een hele lastige tweedeling. Waar zeg maar de beroepsgroep zich vooral op kwaliteitsniveau richt. En allerlei inhoudelijke processen wil... Ja. Hoe heet die groep ook alweer? De Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie. Ja, goed zo. Ja. En ja, die heeft gewoon een hele inhoudelijke visie. En die heeft wel nu sinds kort komt er een lobby in de zin van de Orde van Medisch Specialisten. Dat is een hele grote groep. Een soort verzameling van alle... Daar gaan de belangen. Ja. Maar die beroepsgroepen, die medische beroepsgroepen, klopt het dat die medische beroepsgroepen geen vuist kunnen maken tegen enerzijds overheid en anderzijds zorgverzekeraars? Dat er gewoon teveel, dat er een soort zwakte zit bij u, bij de hoofden van de mensen die u vertegenwoordigen, uw beroepsgroep vertegenwoordigen? Ik vind dat wij politiek heel weinig goed vertegenwoordigd zijn. En ook onze visie in de politiek. En nu wordt dat veranderd door iets meer centraal te gaan? En gaan jullie dan dus al die beroepsgroepen bij elkaar gooien om dan één gewicht te doen? Ja. Want dan krijg je weer haantjes. Dan willen de chirurgen dit, de anesthesisten dat. Dan krijg je toch ook allemaal ellende? Zwaar. Waarom kan er niet... De psychische gezondheidszorg is van zo'n groot belang. Waarom kunnen die niet gewoon sterke mannen hebben die met een vuist op tafel staan? Zoals de vakbond dat kan. Die zegt van, wij gaan tot actie zover door dat we kunnen. Maar bij jullie gaat het allemaal zo netjes. Nou ja, dat is wel waar. Ik denk dat psychiaters in het algemeen niet heel erg offensief zijn. Ze zijn meestal aardig. Spiegelend. En bedoelen ook de zaak in harmonie op te lossen.
Maar als je kijkt naar dat is een probleem. Dat is een probleem. Ja. Wij vertegenwoordigen ons niet goed genoeg. Waarom huren jullie geen haai in? Wil je onze voorman worden? Dan word ik als een haai genoemd, dames en heren. Ja. Nee, maar ik weet het uit de chirurgie is ook zo. En die worden vertegenwoordigd in al die deals die met de zorgverzekering, met de ziekenhuizen worden gemaakt. En die hebben. En daar gaat helemaal geen paal van. Want alles wordt natuurlijk. Jullie zijn natuurlijk intellectuelen die dingen zeg maar heel redelijk uitleggen en argumenteren. Mm-hmm. Met politiek geldt dat bijna niet. En met zorgverzekeraars gaat het om geld. Ik vind het systeem van. Een heel erg groot bedrag. Groot. Ja, dit is een heel belangrijk deel van de landsbegroting. Ja. Die daaraan opgaat. Dus het is wel iets wat een soort serieus maatschappelijk probleem is. Wat buiten de sector ook een enorm belang heeft. Het is ook over inderdaad die grote zaken als wat vinden we gezond, wat vinden we ziek, wat is normaal, wat is abnormaal. Het lijkt me dat de sector zelf daarin heel sturend moet zijn, ook met betrekking tot de beeldvorming. Ja, wij zouden daar meer in moeten gaan actie ondernemen. Dat zou ik ook mooi vinden aan de ene kant. Aan de andere, eigenlijk, dat is sowieso. Je moet daar een gave voor hebben. Ja. Die heeft niet iedereen. Nee, maar ik vind het een kijk, Café Weltschmerz wil graag de wereld ook een beetje verbeteren natuurlijk. Ja. En ik vind het een vervelende conclusie. En dat u als een toppsychiater zegt, of eigenlijk uit uw woorden blijkt, dat het een heel vreemd, pervers systeem is. Dat psychiaters andere voorschriften moeten doen aan hun patiënten waar ze een eet voor afgelegd hebben, waar ze voor moeten zorgen. Omdat er ergens een financieel belang speelt. En eigenlijk een beetje met een beetje pappen en nat houden. En het gaat 93 miljard om in de gezondheidszorg. Dat hele systeem, bijna 1/3 van de staatsbegroting. Ik vind het een schandaal dat u zich zo moet gedragen. Ik vind dat een schandaal dat u zich zo moet gedragen op basis van wat zorgverzekeraars voorschrijft. Ik vind dat een schandaal. En dat uw professionele kennis van de zaak uiteindelijk niet de doorslag is voor hoe er gekozen wordt. Ja, dat vind ik echt. U wordt gewoon eigenlijk aan de kant gezet. Ja, ik kan mij dat voorstellen dat je dat vindt. Als buitenstaander, hè? En ik denk dat het veel beter kan, dat is zo. Ja. Ja. Wat zou een eerste stap kunnen zijn om. Oké, er is een landelijk overleg, maar wat zou. Ja, heeft. Ik neem aan dat er zijn 100.000 adviescommissies aan de regering en weet ik veel. Mm-hmm. Is dat niet een eerste stap om die colleges op een andere manier samen te stellen of om andere dingen te agenderen? Ik denk dat je de gezondheidszorg in de verandering die gaande is en de GGZ die zit daar gewoon onderdeel is daarvan. Dat is een hele grote beweging geworden van op een andere manier de kosten daarvan proberen inzichtelijk te maken. En dat lukt maar niet. En daar zit dit systeem aan vast. Ja, omdat er een beetje meer dictatuur bij jullie bij moet komen. Er is te veel overleg. Jullie hebben in je beroepsgroep. Ik zou inhoudelijke dictatuur zou ik een hele mooie vinden. Daar zijn we er. Ja. Ja. Dus, maar dat gaan jullie met uw vakgenoten waarschijnlijk niet bereiken. Dat moet je nog extern inhuren. Ik denk dat er meer kracht voor nodig is dan in onze beroepsgroep aanwezig is om dat goed te doen. Daar is Weltschmerz het eens met u, denk ik. Willem? Ik denk het ook. Maar ik ben bang dat die ziektekostenverzekeringen toch geen lieve jongens zijn, eerlijk gezegd. En dat die niet moeten worden onderschat met betrekking tot hun vrij riante positie. Wie betaalt, bepaalt. Is zo. Ik denk alleen ook wel dat wij onszelf wel mogen aanspreken in de zin dat we ons zo hebben opgehangen aan die DSM. Ja. En dat is, dat is jammer. Want het is, dat is een uitspraak, direct. Dat is een uitspraak wat u doet. U als psychiater die vindt eigenlijk DSM-5 een vervelend handboek om mee te werken. En oneerlijk, wat voor term gooit u eraan? Ik vind het op zichzelf niet per se een verkeerd soort klassificatiesysteem, maar het wordt misbruikt. Hij wordt een waarde toegekend die het zoals het al niet zo ooit was in Amerika toen het ooit begon. Als u zo tegen een zorgverzekeraar praat, ik vind het per se niet een verkeerd systeem. Wees nou eens die dictator. Ja? En zeg, u zit tegenover een zorgverzekeraar. Wat vindt u nou van het DSM-5 handboek? Noem eens even drie woorden. Ja, het is schandalig. Diagnostisch, standaard. Ik vind het een misbruikt systeem wat niet past bij hoe het nu wordt gebruikt. Een misbruikt systeem wat niet past hoe het nu wordt gebruikt. Ja. Dat vind ik een mooie uitspraak. Ja. Die is direct. Kijk, en dat. Maar dit heb ik ook tegen verzekeraars gezegd hoor, als ik met ze aan tafel zit. Ik denk dat u het langer verpakt heeft. Dat zou eens heel goed kunnen.
Ja. De vuurwerkramp. Ja. Toen werd u ingehuurd. Of hoe ging dat? Zijn we erg benieuwd naar. En we hebben niet te gek veel meer tijd. Maar nee, nou dat sluit wel een beetje aan op het Huis aan het Water. Want dat, en dat mijn idee dat je, als het ging toen om die ramp, die heeft mij ook enorm geholpen om een bepaalde visie te hebben in de zin van dat gezondheid aan ziekte moet worden gekoppeld. Mm-hmm. Toen was natuurlijk een extreme gebeurtenis bij gewoon gezonde mensen. En de ziektewereld, zou ik maar zeggen, die ging erop af. Althans, er ontstond een behoorlijke strijd. Wie gaat nou in de voorste linie hulp verlenen? Is dat voor de handel of is dat voor het gevoel? Nou, het was ook wel een beetje een identiteitsgevecht tussen de hulpverleners. Dat is zo. Hebben we dat ook nog? Wat is het ergst? Nou ja, ziekenhuizen en hulpverleners die willen graag iets betekenen. En dan komt er ook een bepaalde rivaliteit. En dat gebeurt bij rampen eigenlijk heel vaak. Dus op zich jammer, maar ja, zo werkt dat. Maar u hebt daar een prachtige rol gehad. Toch? Nou, ik ben wel tevreden over wat we toen hebben kunnen doen. En dat was, we hebben weer vrijwilligers bij elkaar gebracht, 200. En die hebben we geschoold met psychologische kennis over de processen die je kunt verwachten. Even tussendoor, wie heeft u aangewezen om dat te doen? Want er was een niemand, gevecht. Nee, dat was. Dat gaat vanzelf? Ja, dat sowieso is ontstaat vanzelf? Ik woon in de buurt en ik vind Volendam wel een mooie gemeenschap. Dus dat is automatisch gegaan? Dat u bent het was daar als vrijwilliger, zullen we zeggen. Ja, maar er waren er meer. Dus u bent, op een gegeven moment vond iedereen dat u dat moest doen? Op een gegeven moment had ik een beeld van hoe het zou kunnen. Ja? Via Zweedse hulpverleners. En dat werd en toen dacht ik, dit gaan we doen. En toen hebben we alle Volendamse mensen van betekenis hebben uitgenodigd. En toen hebben we een concept ontwikkeld waarin de combinatie van professionele hulpverlening die kennis overdraagt aan vrijwilligers. En dat is zelfs internationaal geadopteerd. Ja, dat is wel gelukt. Ja, dat is een mooi verhaal. Daar ben ik ook wel heel blij mee. Ja. Wat ik interessant vind aan het verhaal, dat is dat je zegt van oké, het zijn vrijwilligers. Maar is eigenlijk niet die vrijwilligers werken, dat is ook een wonderlijk idee toch? Het zijn toch gewoon mensen die betrokken zijn? Ja. Is het eigenlijk niet gewoon het corrigeren van wat eigenlijk normaal zou moeten zijn? Nou, ja. En dan hoeft dat hele een ramp is natuurlijk werk, niet normaal. Hè, als je maar ik bedoel in termen van reactie. Ja. Gewoon dat je dit helpt. Dit zou gemeenschapszin scheppen als er een ramp is, dat is denk ik heel belangrijk. Ja, en, maar door het vrijwilliger te noemen, geeft het toch een beetje het idee van ze doen voor niks werk. Ja, maar mensen zijn snel gemotiveerd als je 60 vermeende kinderen hebt die weer in zo'n gemeenschap moeten worden opgenomen. En die zodanig verminkt zijn dat niemand meer een handvat heeft. Dan ontstaat in zo'n gemeenschap ook wel een drang om daar iets mee te doen. Zeker zo'n gesloten, zo'n sterke gemeenschap zoals Volendam. Mag ik u een gewetensvraag stellen? Er is de eigenaar van het café, hè? Ja. Dat moet helaas de laatste vraag zijn van het gesprek, als jij het goed vindt. Ja, de eigenaar van het café, die heeft ook een beetje de schuld gekregen. Dat is een Volendammer. Ja. Heeft u nou ooit eens, ooit eens nagedacht hoe die man zich voelt en of die man ooit psychisch, zal die man ook psychische hulp gehad hebben? Ja. Dat kan ik zeggen, maar ik denk dat hij het heel moeilijk heeft gehad en ik vind dat hij meer dan in verhouding, hij heeft wel heel veel schuld gekregen. Ik denk dat hij geen psychische hulp gekregen. Maar daar mag ik niet duidelijk iets over zeggen. Dat snap ik. Dan heeft wel antwoord gegeven. Ik dank u voor dit fijne gesprek. Ja. En dat is onze eerste vraag. Wat vond u van het gesprek? Een leuk gesprek. Een leuk gesprek. Ja, boeiend gesprek. Ja, boeiend, En ook, ik vind het wel genoeg scherp geformuleerd, waardoor ik eigenlijk wel blij ben dat het in dat wat er een kritische noot is te geven over de wereld van nu, dat die wel waarschijnlijk in de vragen zit verpakt. Nee, maar de verontwaardiging is eerder blijven hangen. Kijk, op een gegeven moment zit je heel lang in een systeem en dan lijkt het gewoon. Het is niet gewoon. Dat is het. Dan hebben we ook een gast net gehad die dat ook zei. Ja. En die gewone dingen die maar doorgaan, maar die we alle voor granted nemen. En als jij zo verontwaardigd raakt, dan denk ik ja. Ja. Of zo. Is dat fijn dat ik verontwaardigd raak? Dat ik een beetje tegen het agressief aan reageer, maar niet tegen u, maar zo in het algemeen. Nee, ik vind dat ben ik wel blij om. Ja, ik ook. Oké. Dankjewel.